kenne eine Stadt gut, die liegt am Strand der Spree. Und dort passieren Dinge, die ich sonst nirgends sehe. Soll ich es euch verraten, wo man immer hat Humor und Blüten auf Tomaten. Alle grote steden willen graag creatieve stad zijn. Berlijn maakt het waar en is nu ook designhoofdstad van de wereld, aangewezen door de UNESCO. Dat brengt een ontwikkeling met zich mee die zich ook hier zal uiten aan de oevers van de Spree. En daar zullen nieuwe gebouwen komen voor de creatieve sector. Niet iedereen staat daar juichend bij te kijken. Er is een initiatief, een referendum in het stadsdeel waar we hier zijn. En dat referendum heeft een meerderheid gekregen om Mediaspree te verzenken. Dat zijn natuurlijk ook degenen die nu belang hebben bij de recreatieactiviteiten die achter mij zichtbaar zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die creatieve industrie zich hier nestelt. En een van de oorzaken daarvan is dat in een grote stad je goedkope ruimtes, atelierruimtes kunt bemachtigen. Veel industrie die veel oppervlak nodig had, is weggetrokken. Waren er in 1938 bijvoorbeeld nog 1,5 miljoen banen in de industrie. Dat is nu helemaal ingekrompen tot slechts 100.000. En ook in de zakelijke dienstverlening gaat het eigenlijk niet goed met Berlijn. Het is niet te zien, maar onder de oppervlakte gaat het eigenlijk met die Berlijnse economie toch niet zo goed. En dat in een stad met zo'n 60 miljard euro tekort, dat duidt wel aan een problemen die er nog steeds zijn. Maar nogmaals, op een dag als vandaag met Mediterranee en Spree zie je ze niet.